Mijn naam is Kees Japin van Stichting Weidegang. Bert Philipsen, Wageningen Livestock Research. Helaas, de bijeenkomst van het convenant kan dit jaar niet doorgaan, vanwege corona. Elk jaar komen we bij elkaar met 80 partners van het convenant Weidegang. En het hoogtepunt van die bijeenkomst is de presentatie van het cijfer. Het cijfer van hoeveel melkveehouders in Nederland Weidegang toepassen. Dat willen we dit jaar natuurlijk ook niet onthouden. Bert, ben je er klaar voor? Want jij hebt de eer om namens de duurzame zuivelketen het cijfer te onthullen. Ben je er klaar voor? Ik ben erg benieuwd, want we hebben een trend van de afgelopen jaren dat er ieder jaar weer een stukje bij kwam. Een aantal tienden procenten of hele procenten. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ik ben er klaar voor. Ik heb het ook nog niet gezien, dus Bert, maak hem snel open. Want ik ben ook wel benieuwd wat er dit jaar gebeurd is. Dankjewel. Benieuwd. Spannend. Ik heb ze ook nog niet gezien, dus ik zal ze samen met u delen. Het aantal bedrijven wat in 2020 weidegang heeft toegepast, ligt op 83,7%. Volgens mij is dat 17% hoger als afgelopen jaar. En van dat aandeel is 77,5% volledige weidegang, het aantal bedrijven, en 6,2% deelweidegang, het aantal bedrijven. Wat dus samen maakt 83,7% van de bedrijven die weidegang toepasten in 2020. Ik zou zeggen, van harte gefeliciteerd voor jullie allemaal en voor ons allemaal. Van harte, hier ben ik heel erg blij mee.